aflevering 30 van de Upload Podcast. Mijn naam is Nicky Steenkist. En mijn naam is Dennis Nozane. En vandaag kijken wij terug op ons eerste jaar Upload Podcast. Hey Dennis. Hey Nicky. Aflevering 30. Aflevering 30, ja. En daarnaast ook het einde van het jaar. Ja, zeker. Een mooi moment om Ik heb een beetje droge mond. Oh, nou, zal ik ons anders gewoon even wat bubbeltjes bijschenken? Doe dat. Is mooi jouw functie. Ja, dan laten we dan meteen proosten op ons eerste jaar samen Upload Podcast. Oh, dat vind ik mooi. Ik schenk hem even in. Lekker een knisperend haartje op de achtergrond. Ja, het is warm, het is winter, het is kerst, het is gezellig. Genesteld voor de kerstboom. Nou, kijk, een mooi einde van het jaar. En we hadden het idee van deze 30e aflevering om een beetje terug te kijken op ons eerste jaar Upload Podcast. Want we bestaan nu een jaar. Hey. Applaus voor onszelf. Zeker, als je ziet wat we allemaal al gedaan hebben dit jaar. En dat gaan we ook in deze aflevering een beetje langslopen. Ja, onze hoogtepunten voor ons persoonlijk. Ja, het jaar voor ons, het jaar voor Universal. En het is sowieso natuurlijk een bijzonder jaar geweest. Hè? Ik bedoel, iets meer dan een jaar geleden besloten wij samen... Op aanspraak van jou, hè? Dus, jij bent de voorganger geweest. Met het mes op je keel. Met mes op de keel inderdaad, van joh, moeten we niet een podcast gaan maken samen? Ja, en wat een jaar hebben we gehad. We hebben superveel leuke mensen leren kennen. Ja, want we kennen elkaar via Teamtalk. Via die groep zijn we in contact gekomen. En altijd een beetje onderling geappt over Universal. Ja, dat er weinig info op Nederlandse bodem van te vinden was. Het was altijd een beetje een algemene info. Ja, en het is natuurlijk iedereen die altijd achter Disney aanliep. En Disney voor, Disney na. Waarbij wij iedere keer eigenlijk hashtag Team Universal waren. Ja, en dat hebben we mooi gedaan, denk ik, afgelopen jaar. Zeker. Het is snel gegaan, voor mijn gevoel ook. Ja, zeker weten. Want we gaan zo direct even onze hoogtepunten langslopen. En kwam weer wat titels erbij. Toen dacht ik, oh ja, dat. Ja. En... dat voelt alsof we recent dat nog hebben opgenomen, maar dat is toch alweer een jaar terug. Want om gelijk in de diepe te duiken, zullen we helemaal teruggaan naar aflevering 1. Dat was Super Nintendo World, toen nog niet open was. Nee, dat was best wel gevaarlijk eigenlijk. Want wij gingen dus inderdaad begin januari, zijn wij samen gaan zitten en zeiden, nou, we gaan nu een themagebied doorlopen. Voor mij op de app van Universal Studios Japan was er een plattegrond. En toen hebben wij gezegd, nou weet je wat, wij gaan aan de hand van die plattegrond gaan wij door het gebied heen lopen, gaan we onze verwachtingen uitspreken. Er waren wat signature snacks waren er op dat moment en de attractie gaan we samen doorspreken. Kijken of dat leuk is. We zouden eigenlijk de podcast anders aanpakken, we zouden wat meer geschiedenisdingetjes eerst doen. Een beetje mensen kennis laten maken met ons. Maar wat je net zegt, opeens was daar in die week de map van Super Nintendo World. En iedereen zei van, ja, jullie gaan toch wel iets over Super Nintendo gelijk maken. Dan doen we dat. Heel erg gaan inlezen op wat toen de tijd beschikbaar was. De beperkte info. Ja. En dat was deels heel erg correct. En deels echt totale onzin. Dat hebben we wel eens vaker aangekaart. Maar het was wel een heel leuke show om te maken. Ook toen voor het eerst. Ja, je moet toch een beetje aftasten. Hoe gaan ook die dingen? Ook aan elkaar wennen. Want als we heel eerlijk zijn, we hebben elkaar heel veel app-contact gehad. Maar het moment dat wij de podcast opnamen, was de derde keer dat wij elkaar... in levende lijven zagen. Ja, ik schrok wel de eerste keer toen ik jou zag. Ja, maar dat is geen nieuws. Dat snap ik. Dat hebben meerdere mensen. Nee, dat snap ik. Ja, maar als ik ook die eerste aflevering een beetje vluchtig even teruggeluisterd. Ja, toch een beetje geklungeld. Niet dat we nu heel ervaren zijn, maar als ik het een beetje vergelijk met hoe we nu een podcast opmaken, dat gaat veel makkelijker, veel sneller. Behalve de intro van deze. Die hebben we even over lopen stoeien. Ja. Maar het was een hele leuke aflevering om te maken. En toen, we waren gelijk begonnen met Super Nintendo World. En wat gaan we de eerstvolgende aflevering doen? En dat is ook weer heel snel gegaan. Ja, het leuke is natuurlijk dat we wel meteen ook hebben gekeken, hè, binnen onze netwerken en binnen de mensen. Jij kent een hoop mensen in de attractiewereld, ik ook. En zijn we meteen eigenlijk onze armen en onze voelsprieten hebben we erin gegooid. En geprobeerd ook soms met een beetje bluff om met mensen in contact te komen. Een van de tofste dingen dat ik vond is dat we inderdaad in aflevering 2 meteen de CEO van Vekoma, de grootste attractiefabrikant, achtbaanfabrikant ter wereld, hadden. Ja, dat was verbazingwekkend ook toen dat lukte met het interview. En ze waren super enthousiast. En
wouden er gelijk over praten, omdat nog steeds de huidige directeur Har Kuppers van Vekoma toen de tijd ook gebouwd heeft aan de Jurassic World, Park. Jurassic Park The Ride was het toen. Het ging naar Jurassic World The Ride in die show. Ja. Ja, superleuk interview. We hebben nog steeds een uitnodiging klaarstaan om richting Flow erop te gaan. Dus daar gaan we nog steeds een keertje naartoe voor een andere leuke opname. Dat houden we nog een beetje teasend. Ja, zeker. Op die manier. Alleen ja, door corona lopen even wat dingetjes anders om dat te kunnen doen. Ja, want dat was ook wel het leuke. Hè, dat wij begonnen hieraan. Zei iedereen eigenlijk, ja, leuk zo'n podcast over Universal. Maar je hebt nooit genoeg content om meer dan 10 afleveringen eigenlijk te maken. Nog steeds een feedback die ik hoor van mensen van, oh leuk, doen we een Universal. En ook mensen die een beetje in de pretpark podcasten luisteren. En die, ja, van waar gaan jullie het nog meer over hebben? En dat verbaast me echt dat heel veel mensen niet weten. We hebben nog een stapel liggen aan dingen die we nog willen maken, in elk geval. Maar dat is wel leuk. Kunnen we 2-3 jaar vullen. Voorlopig dan. Daarna stoppen we. Dan gaan we een Disney podcast maken. Ja, zeker. Daar heb ik nog wat plannen voor. Ja, lijkt me goed. Dat is er nog niet. Uiteindelijk is Disney ook ontstaan na een dispuut met Universal. Dus dat kan bij ons ook gebeuren. Alles kan. Als we dan het doorschieten dan naar aflevering 4. Dat vond ik zelf ook een leuke. Dat was onze eerste audio tour die we maakten. Van afstand, want we waren natuurlijk niet in het park zelf. Ja, die audio virtual tour. Want als je kijkt, daar ben ik dan benieuwd naar. Als jij een beetje zelf kijkt naar de aflevering die we hebben gemaakt. Wat zijn nou echt een aantal afleveringen die er voor jou echt bovenuit stijgen? Voor mij persoonlijk het leukst om te maken is Jaws geweest. Vond ik een leuke aflevering. Ja? Dat was aflevering 13. Natuurlijk onze Back to the Future aflevering 20 vond ik heel leuk om te maken. Ja, de Simpsons was ook wel een favorietje. Ja, inderdaad. Ja, nou, ik denk dat ik wel een beetje datzelfde rijtje inderdaad heb. Wat ik vooral heel erg leuk vond bij Jaws. En ik denk dat voor ons samen ook wel een beetje een kantelpunt was. Dat we in eerste instantie hadden een concept was er bedacht. Een structuur. Het moet zo, het moet zo, het moet zo. En bij Jaws, ik weet nog dat ik in elk geval eens riep van, ja, maar die intro moet anders. Ik vind die intro niet leuk, maar die intro moet anders. Ja, en wat je net zegt, ik ben heel erg van de structuur. Dus ja, en ik totaal niet. Nee, dat is een beetje onze werkwijze. Wij maken een script, althans ik maak een script. En daarna gaat Dennis daarin lopen krassen. En dan kan ik het hele script niet meer lezen. Maar we hadden structuur, toen zei je, nee, het moet compleet anders. Nou, leuk, maar dan ga je toch kijken van hoe maak je het anders en hoe maak je het natuurlijk informatief. Ja, en toen hebben we hier al eigenlijk on the spot hebben we zitten googlen. We hebben wat audiofragmentjes en op een gegeven moment hadden we een stukje tekst geschreven. En op de een of andere manier, dat kwam precies uit. En ik vind dat nog steeds een van onze leukste intro's die we hebben gemaakt eigenlijk voor een show. En wat ik ook leuk vond, is ook onder andere weer een bekend iemand, hè, Rob Elvey, die zijn beeld gaf of zijn visie gaf op hoe de attractie was en waarom de attractie zo goed was. Maar ik vond het wel leuk dat eigenlijk voor het eerst was dat we een beetje buiten onze comfortzone gingen. En inderdaad, ik denk dat ook een beetje onze dynamiek is. Hè? Jij bent de structuur. Jij bent ook de man eigenlijk die alles regelt achter de schermen. En zorgt dat het allemaal klopt en het allemaal op tijd is. En ik ben meer zeg maar die stuiterbal die overal tussendoor komt. Die 's ochtends nog een appje stuurt. Oh wacht, we kunnen dit wel even doen. Of die nog even belt. Oh wacht. Of een uur voordat de show live gaat, moeten we dit nog... Nee Dennis, dat gaan we niet doen. Dat gaat niet lukken. Ja. Nee, ik denk dat wel heel leuk is. En dat vond ik bijvoorbeeld ook met Back to the Future. Dat had ik jou inmiddels al zover dat je dat je zelf ook graag dat soort dingen wilde doen. En toen kwam je met een heel soundboard met van het klikken van het dashboardlampje van een DeLorean tot een deur die openging. Nou, ik heb de originele soundkit uit de jaren 80 helemaal via gevonden waar alle sound effects van letterlijk elk knopje in die auto, dat is ooit geregistreerd. Wat super mooi is. Ja. En die ben ik helemaal een soort van mashup. Volstrekt zinloos ook. Ja, maar dat iemand dat toen de tijd de moeite ervoor gedaan heeft. En daar hebben we gewoon een heel eigen soundboard van gemaakt. Ja. En daar een heel leuk... En, maar dat was ook weer dat we echt hier on the spot zaten van... Hé, wat is het dan niet leuk als we dan doen we die auto starten. Dan gingen we hier zo'n toneelstukje eigenlijk samen zitten doen. En als ik het nu ook terugluister, dan, als mensen wel eens aan me vragen... Oh, je maakt een podcast, wat maak je dan? Dan is eigenlijk... Die aflevering 20, ja, Back to the Future. Ja, dat is eigenlijk de aflevering die ik aan iedereen laat horen. Want dat vond ik echt super leuk om te maken. Ik vond de intro vond ik super leuk. De audio erin van de rides. Een IP, een attractie, een film die ons allebei heel erg lief is eigenlijk.
En dat vond ik echt superleuk op het einde met Back in Time erop. Dat we hier ook echt samen nog even zaten te brainstormen. Met dan de muziek van de film op de achtergrond. Weet je, we zaten helemaal in die zone. En dat hoor je dan ook terug in zo'n aflevering. Dat vind ik echt superleuk. Ja, want het afgelopen jaar hebben we daarnaast ook best wel wat bekende mensen van Universal gesproken. Ik moet nu denk ook weer aan Chick Russell. Ja. Toch wel een vrij grote man. Absoluut. Waar we nog af en toe wel eens mailcontact om sommige dingen te checken. En het is superleuk ook dat die mensen die nog wel het huidige team wat er werkt en mensen ex-imagineers, om het zo maar te zeggen, die we spreken. Iedereen wil meewerken. Sommigen zeggen van nou, dat kan ik niet in de app of... Dat zou ik niet in de podcast kunnen zeggen, maar ga even met die en die praten. En we hebben een heel lijstje met allemaal mensen van... Oh, je gaat over die show je gaat over die attractie iets zeggen. Je moet even die spreken, want die heeft daar toen dat gemaakt. En die heeft toen dat attractiekarretje in elkaar gezet. En die heeft toen die beelden gemaakt. Ja, waardoor dat we nu een hele rits aan mensen kunnen spreken om dat te doen. En dat had ik niet verwacht het eerste jaar. Dat vooral voor Amerikanen een kleine podcast uit Nederland... Ja, Wat interesseert hun dat? Maar toch wil iedereen meewerken. Dat vind ik hartstikke goed. Een kleine podcast uit Nederland, maar wel de nummer 125 uit Saoedi-Arabië. Kijk, onderschatten mensen wel eens. Dat wordt zeker onderschat, ja. Daar zouden we eigenlijk een woord voor moeten kijken. Ik ben zo benieuwd waar die ranking vandaan komt. Het leuke is, dit is een stukje insight voor ons. Maar we zijn natuurlijk ook een klein beetje ijdel. Dus ik vind het vooral ik ben dan een beetje ijdel, dus ik vind het dan leuk om te kijken. Joh, hoe verhoud je je tot de rest? Hè? Kijk, als je iets maakt, wij maken het vooral omdat we het zelf heel erg leuk vinden. En wij denken dat andere mensen het ook leuk vinden. Maar we maken vooral hetgeen waar we zelf ook graag naar zouden luisteren. En ik vind het dan leuk om te kijken. Joh, hoe wordt het gewaardeerd online? Wat zijn de rankings? Hoe staan we ervoor? Hoe staan de luistercijfers? Ik vind het gewoon interessant. Ik vind die data vind ik altijd heel waardevol. En het grappige is dat je krijgt heel veel inzichten. En een van de inzichten was dat wij de nummer 125 podcast waren in Saoedi-Arabië. Ja, Saoedi-Arabië. Of daar luistert niemand podcasts. Dat kan ook. Dat wij de enige van het rijtje. Of daar moet een Hollander zitten of een Vlaming die ons daar vanuit... Of het is een bot dat het gewoon helemaal niet bestaat. Nee, dat kan ook. Ja, maar dat we zien dingen. Altijd Saoedi-Arabië voorbij komen en denken van nou, dat ze toch iets bereikt hebben dat iemand nu in Saoedi-Arabië als luistert. Ja, die heeft geen idee. We hebben niets aan deze info, maar het is altijd een soort van interne gimmick. Maar dat is weer een van de dingen. Ja, ik vind dat bijvoorbeeld vind ik heel erg leuk en om te zien bepaalde shows wat werkt wel, wat werkt niet. En inderdaad, wat je zegt, ik vind het heel leuk dat we met een aantal gasten hebben gewerkt. Hè. Wes is bij ons langs geweest, een Universal, niet een Universal fan, maar een Universal Halloween liefhebber eigenlijk. En dat was ook weer super leuk. We hebben echt onwijs gelachen. Heel gezellig was dat, die avond. En zo zie je ook dat het ook weer verbindt. Hè? Niet alleen internationaal, maar ook nationaal. Dat je weer leuke mensen, die sturen dan weer ook een voice clipje als ze ergens zijn. Ja, ik waardeer dat echt. Ik vind dat echt heel erg leuk. Ja, en je zei het al een beetje in de intro. Het afgelopen jaar, wat er ook allemaal in Universal gebeurd is. Het is wel het perfecte jaar voor ons geweest om te starten met deze podcast. Want Universal heeft wel heel veel nieuws, vooral uit richting Orlando, naar voren laten komen. Orlando, Japan. We hebben een heel nieuw resort gekregen in China. Dus de vibe was positief. En dat vond ik ook heel erg leuk. Dat de vibe rondom het merk Universal ook heel positief was. Waar het huis van de muis, zeg maar, de ene klap naar de andere en de ene PR-debakel naar de andere kreeg en kritiek en dingetjes, was bij Universal eigenlijk smooth sailing. En ook hoe de social media afdeling van Universal daarop inspringt. Ja, dat vond ik echt, daar heb ik echt van genoten. Ja, en wat we ook in dat jaar ervoor, naast alle attracties, het nieuws wat we hadden, ook heel veel filmnieuws. We krijgen gelukkig heel veel goede support van Universal Pictures Nederland. Daar zijn we heel blij mee. Ja. Waardoor we eigenlijk wekelijks uitnodiging krijgen waar we niet kunnen, allemaal bij kunnen zijn. We kunnen niet altijd heen gaan. Ik bedoel, we werken allebei. Dus dit is voor ons echt erbij. Maar als we kunnen, dan gaan we. Ik heb inderdaad een paar leuke premières mee mogen maken. En daarnaast is de Podsnack tot leven gekomen. Ja, de Podsnack inderdaad, hebben we ook nog gedaan. Ja. Ja, ook dat was weer iets, hè, dat we samen zaten. En, kunnen we iets anders doen? Kunnen we iets op een andere manier doen dan anderen? Ja, en sommige onderwerpen zijn te klein om daar een hele show aan toe te wijden. Maar ook weer is het te groot
om het in een nieuwsaflevering te zetten. Ja, en daar sommige dingen zweven daar een beetje tussen. Toen hebben we de Podsnack naar voren laten komen om een kleine, compacte podcast die gewoon even leuk is om mee te pakken, terwijl je in de trein of op de fiets zit of in de auto zit. Ja, gewoon, met wel gewoon een heel even kort. En dan, nou ja, zoals we ook altijd in de intro zetten, leuk voor onderweg en makkelijk behapbaar eigenlijk. Ja, dat slaat best wel leuk aan. Krijg je daar goede feedback op van mensen. Mensen vinden het ook leuk. Het is weer eens wat anders dan wat anderen eigenlijk doen. En ook dat weer, ja, dat is ook weer, denk ik, synoniem voor hoe wij samenwerken. Dat we allebei met iets komen en ik heb een idee en jij hebt een idee. En allebei die ideeën, de ene is misschien conservatief en die andere is totaal onhaalbaar. Maar daar komt uiteindelijk echt iets heel gaafs komt er altijd uit. En daar ben ik echt heel blij mee. Wat een liefde hier allemaal. Met op de achtergrond lekker het knisperende haartje. Ja, het zal ik hem nog even bijschenken, die bubbels? Dat graag, dat mag altijd. Doen we dat even. Ik krijg het wel warm hier binnen. Het is wel een warm haartje. Nee, wat ook natuurlijk een hoogtepunt was dit jaar, is het vele nieuws van de attracties die naar voren zijn gekomen. Ik moet dan denken aan The Secret Life of Pets. En natuurlijk de Velocicoaster, wat big nieuws was. Super Nintendo World, hè, zoals al meteen in onze eerste aflevering. Ja, dat is geopend. Dat zijn allemaal award-winning attracties. En ook gelijk dit jaar meegepakt de uitbreiding ervan. De Donkey Kong, het nieuws daarvoor. Ja, ik sta eigenlijk niet meer stil, want dat is allemaal binnen een jaar Binnen een jaar. Epic Universe, een volledig nieuw pretpark van Amerika, was al eerder aangekondigd, maar door de hele COVID-situatie op een laag pitje gezet. Dit jaar ook aangekondigd. Yo, we gaan gewoon door, we gaan gewoon bouwen. Ja, 2025, 2026, die hoek. Ja, waarschijnlijk inderdaad. Waarschijnlijk. Hopelijk kunnen we dan die show in het park opnemen. Nou, dat is wel de bedoeling. Dat is wel de bedoeling, ja. Want onze show bestaat, ja, het is heel cliché om dit te zeggen, natuurlijk door onze luisteraars. We hebben echt heel veel luisteraars in Nederland en België. Althans, vind ik zelf. En vooral wat ik heel leuk vind, is de feedback die we krijgen. We hebben heel veel mensen die ons berichten sturen op Instagram, op Twitter, per mail. Mensen die door onze show mede naar Orlando zijn gegaan. Of in ieder geval gedacht van, ik heb die reis geboekt op Disney bezoeken. Ik ga ook wat dagen Orlando of Universal erbij pakken. Ja, dat vind ik vooral heel erg leuk. En dat tips mensen zeggen aan van, ons. Ja, ik zou in eerste instantie Universal links laten liggen. Maar jullie hebben me toch weer enthousiast gemaakt. Of jullie hebben me toch nieuwsgierig gemaakt naar iets. En dat waren misschien mensen die anders alleen maar bij Disney on property zouden verblijven. Terwijl Universal heeft gewoon echt wel wat te bieden op dit moment. Nou, recent vrienden van onze podcast Details. Ik hoorde laatst zelfs Michiel Veenstra. Die was aan het oriënteren om eventueel on property bij Universal te blijven. Ja. Nou, stop de pers. Ja. Wat een nieuws was dat. Ja, maar het is ook... en nogmaals, dit is ook het onderdeel van die positieve flow waar Universal gewoon op dit moment in zit. Hè. De leuke attracties, de positieve insteek bij heel veel dingen. Kijk, het aantal festivals wat georganiseerd is. Van Mardi Gras, Halloween, het hele kerstgebeuren. Hoe groots dat daar wordt aangepakt en op een positieve manier naar voren wordt gebracht. Iedere keer als ergens iets wordt gecanceld bij de muis, dan springt Universal erop in door twee keer zo groot te maken eigenlijk. Ja, nogmaals, ik snap dat wel. Veel gebeurt. En daarnaast ook op filmgebied. Want ja, dit zijn niet de handige jaren voor films om uit te brengen. Natuurlijk vooral door de maatregelen. Ja. Veel bioscopen dicht. Heel veel is uitgesteld bij eigenlijk alle filmstudio's wereldwijd. Ja we moeten nog een jaar langer wachten op Jurassic World. Aan de andere kant, kunnen nog een jaar langer nerden over de nieuwe Jurassic World film. Oh, wat zijn de beelden. Ook die hebben we recent besproken natuurlijk. Het was ook een leuke aflevering dat wij samen de trailer hebben bekeken. Die overigens trouwens ook met beeld op YouTube staat. Ja. Dus Google even. Was ook weer superleuk om te maken. Urpelot podcast even in YouTube intikken. En dan hoor je ons en dan zie je gelijk het visuele beeld erbij van de trailer. Daarnaast moet ik denken dan aan James Bond, die uitgekomen is. Ja, was niet echt een Universal release. Maar als je natuurlijk kijkt... distributiedingetje. Als je kijkt wat natuurlijk Universal op filmgebied dit jaar heeft gebracht, dan kunnen we maar één titel voorop stellen. Ik zit even na te denken wat je bedoelt. Fast 9. Oh, nee. Furious saga. Luister. Een van de succesvolste Hollywoodfilms. Ik wil hier niets meer over zeggen. Ik zit nu lekker bij een vuurtje. Ik heb het lekkerste drinken. Ik ben gezellig met onze luisteraars. Ik heb ook zo'n nitro-knop op mijn vuur zitten. Ik wil helemaal niks meer horen over Fast and Furious. Dus we gaan gewoon over iets anders. Ook dat was afgelopen jaar een grote gebeurtenis. Ik moet nog steeds die film... Nee, ik ga er niet over verder. Klaar, dit is het gewoon.
Ja, daarnaast ook het moederbedrijf Comcast. Heel veel investeringen weer naar voren gekomen. Wat ze gaan doen. Zijn goede verschuivingen intern. Hè? Als we kijken, nieuwe directeursposities en zo. Ja, het is gewoon een heel positief, goed, stabiel team. Dus het is voor ons, voor onze toekomst, voor onze podcast, zit heel veel groei aan te komen. En gewoon een super positief jaar geweest in dat opzicht. Er zijn weinig negatieve klanken geweest rondom Universal, rondom de parken, rondom eigenlijk niks. En dat vind ik ook wel eens fijn. Dit is een heel raar jaar geweest. Weer. Ik bedoel, we zitten nu alweer in. Ik heb niet het idee dat het aankomend jaar heel erg veel beter gaat zijn. Ja, ik wou net en zeggen dan van, is het toch fijn dat wij een klein positief eiland hebben. Een klein positief wereldbolletje. Waar het gewoon allemaal wel meevalt. Waar je gewoon, wij redden de wereld. Wij redden het universum. Nee, wat ook natuurlijk leuk is, is om naast onze luisteraars bedanken. We hebben ook natuurlijk wat andere mensen die we graag willen bedanken. En dan moet ik gelijk denken aan onze man in Orlando. Tim. Tim. Timbo Slice, onze toch wel een beetje derde host. Ja, zeker weten. De man die voor ons naar de parken gaat, die als ik hem vraag om iets op te sturen, om iets mee te nemen, om iets te doen, doet hij gewoon. Dat is echt, het is een gouden gozer. Oh, nu we het trouwens toch over hebben, kunnen mensen naar onze socials gaan. Die zullen we nu tegen het einde van het jaar zullen we posten. We gaan nog wat dingen weggeven. Ja. We hebben wat dingen uit Orlando hier naartoe gekregen. Dat schiet me nu ineens te winnen. Die moeten we nog gaan weggeven. Dus met een, hou onze socials in de gaten, onze Instagram. Doen we een aantal leuke giveaways. Een aantal unieke items uit Orlando van Universal. Houd de socials in de gaten. En die vind je natuurlijk, zoals altijd, op @Upperlotpodcast. Twitter, Instagram, Facebook. En dus ook YouTube. Ja, waar we dus inderdaad de trailer op hebben staan. Er staan twee filmpjes. Ja, het is toch iets. Ja. Ze hebben nu al 50 views, hoor. Kijk, die steken wij in de pocket. Nee, inderdaad. Maar ik, nogmaals, Tim heeft, doet voor ons heel veel heel op veel, locatie. Ja. Ook als het gaat om het schieten van beeldmateriaal en dingen. Ik bedoel, veel foto's krijgen we door. En natuurlijk stories. En wat leuk is dat hij heel vaak ook live in de park is. Waardoor onze luisteraars weer via ons kanaal met hem live door het park kunnen lopen. Ja. Het is gewoon super dat heel gaaf. Dat ze iemand hebben die dat daar voor ons doet. Als ik kijk naar Nederlandse bodem, wat ik natuurlijk echt wil bedanken, is Universal Pictures Nederland. Ja. Waar we heel veel support van krijgen. Heel veel content van uitnodigingen. Superleuk dat we die relatie best wel snel hebben opgebouwd. En dan gaan we nu wat bekende namen van de show. Chick Russell. Chick Russell was, we hebben het al eerder net gezegd. Hè, dat die man heeft zoveel gedaan. En die is gewoon voor ons gewoon bereikbaar. Wanneer wij hem een berichtje sturen, reageert hij meteen. Julie Zimmerman. Ja, we hebben natuurlijk, nogmaals, die vrouw, die is zo gepassioneerd met Universal, met pretparken. Maar ik heb het idee dat ze ook helemaal verliefd op ons is. Want ze stuurt ons berichtje. Beetje kleinzoon zijn we van. Ja, ik vind het zo'n leuk mens. Het is echt, als ze dan ergens is, meteen weer bericht. Moet ik nog iets voor jullie doen? Geweldig. Ja, ik heb deze persoon. Je moet die bellen. Je moet even die bellen. Oh, die heeft nog een leuk verhaal. En heel veel rijke historie vanuit haar kant natuurlijk. Van het begindagen van Universal in Orlando. Die wij kant-en-klaar geleverd krijgen door haar. Dus dat is altijd wel superleuk om dat soort dingen te krijgen. Echt heel gaaf. Daarnaast nog steeds het contact goed met VKOMA. Wat ik al zei, een hele leuke tweede show toen meegemaakt. En hopelijk in de toekomst nog een andere leuke show meegemaakt. Ja, zeker. En wat ik het allerleukst vind van het maken van een podcast, natuurlijk over Universal praten, over dat mensen luisteren. Maar vooral vind ik ons netwerk en toch wel een beetje onze collega's van andere podcasten. Ja. Daar hebben we echt supergoed contact mee. Ja, ik vind het ook echt het is een leuke community. 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 Waarbij iedereen elkaar succes gunt. Iedereen heeft natuurlijk ook zijn eigen niche, eigenlijk binnen onze pretpark niche. Maar het vult elkaar allemaal echt onwijs goed aan. En ik hoop ook dat we in het komende jaar dit contact zo kunnen houden. En dat we ook met enkele een leuke show gaan opnemen. Ja, er lopen wat lijntjes voor wat crossovers inderdaad. En ik denk dat het echt heel erg leuk gaat zijn. Ja, dan heb ik het natuurlijk over details, over de mannen van Team Talk, Kleine Boodschap, After Park Lounge, Team Park World in België, Orlando, de recente met podcast met twee O's. Hoe heet trouwens die website waar je ook weer die reizen kan boeken? Waar ze ook die coniferen verkopen, of niet?
Florivida. Oh ja, Florivida.nl. Ja. Ja, worden niet gesponsord. Nee. Nee, maar super bedankt. En natuurlijk ook Wes, die ook in onze show was. Ja, ook een podcast natuurlijk. En Wes vlogt op YouTube. Superleuk. Alicia Stella van Team Park Stop of de Park Stop podcast. Waar we ook af en toe informatie bij checken. Zij is echt de vrouw van de scoops. Ik weet niet waar zij zit met haar oor. Waar ze die te luisteren legt. Nou, tegen de deur van de directie aan. Want bijna alles, zelfs de layout toen van de Velocicoaster coaster, toen er nog geen paal stond, had zij gewoon. En het leuke is dat we kunnen er op elk moment eigenlijk van de dag een berichtje sturen. En als ze wakker is, dan reageert ze heel snel. Dus dat is echt fantastisch. Ja, en de Team Park Review had je al genoemd, Rob Elfie. Ja, en daarnaast weer cliché, de luisteraars. Super. Nou, ja. je bent nog één iemand vergeten. Ben ik één iemand vergeten? Ja, zeker. Ik wil jou ook nog bedanken. Ah. Ja, het is einde van het jaar. Wat een liefde. Nee, maar dat meen ik echt. En ik heb het al eerder gezegd, maar jij doet echt heel veel voor de podcast. Het leeuwendeel van het werk. Dat is deels omdat je een verschrikkelijke controlfreak bent en alles in eigen hand wil houden. Wil je als hoofdletters issue bespreken? Nee, wel leuk om dat niet te vertellen. Doe dat maar niet. Ja, wil je vertellen? Ja, vertel. Dat is wel leuk. Klein dingetje. Nou, ja, dat is dan een kleine blik achter de schermen. Maar Nicky heeft een obsessie met hoofdletters. En ja, ik weet dat inmiddels. Dus ik probeer in elk script eigenlijk alles zonder hoofdletters, komma's, leestekens en alles te typen. Behalve bijvoorbeeld een woord als Orlando, want dat is een stad, die moet je met een hoofdletter schrijven. Maar voor de rest probeer ik overal de hoofdletters, leestekens, comma's, alles te vermijden. Ik vloek altijd veel als ik het script open en ik zie irritatie. Dat jij er weer hebt lopen typen, dan krijg ik zo'n soort, weet je wel, dat mijn nek zo wegtrekt. Dan denk ik van, oh, wat schrijf je. Maar dat is ook een beetje onderdeel van onze dynamiek. Nee, maar nogmaals wat ik zeg, ik meen het. Jij doet echt onwijs veel voor de podcast. En inmiddels heb je ook het editen heb je redelijk onder de knie. Ja, dat doe ik ook nu er nog bij. Ja, het is druk. Ach, je hebt wat over voor de podcast. Ja, ik wil jou bedanken dat jij helemaal niets uitvoert. Nee, dat is wel. Ik voel me zo zenuwachtig af en toe. Ik kom zo binnen vliegen. Ik scheid de hele boel onder. Ik schreeuw alles bij elkaar. En dan gewoon weer wegvliegen. Ja, wie weet dat jij wel zo'n type bent. Nee, we zijn. Het is een heel leuk. Het is een leuk avontuur. Ik vind het vooral leuk, wat ik al net zei, de mensen die ontmoeten, de andere podcasters. Het is een hele andere wereld daarnaast die mensen niet zien. Mensen horen alleen de audio, maar er zit ook een hele community naast. En dat vind ik vooral leuk om te zien. En waar we samen alle twee een onderdeel van maken en ook productief mee bezig zijn. Ik vind het ook superleuk om dat te doen. Ja, dus jouw, ja, als leukste aflevering toch Back to the Future alle ja, twee? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Hey, en Nicky, waar ik even benieuwd naar ben, hè, want we kijken nu terug op een mooi jaar, op ons eerste jaar samen. Ligt er trouwens nog genoeg hout op het vuur? Oh, misschien nog even een blokje erop. Een blokje erop, ja. Zal ik nog heel even een glaasje champagne bijschenken? Nee, ik heb al twee. Ja, je hebt dan drink ik hem leeg. Oké. Okay. Ja. Nee, maar waar ik heel erg benieuwd naar ben, is hoe zie jij 2022? Heb jij bepaalde doelen of wensen of verwachtingen voor het komende jaar? Voor de podcast of bedoel je gewoon aan zich voor Universal? Nou, gewoon. Ik mag allebei. Nou, ik houd gewoon binnen de podcast. Wat mij leuk lijkt is om natuurlijk meer aflevering te maken. Nog meer? We zouden twee wekelijks doen. Nou, dat zitten we ook nu. We hebben er 30 gemaakt. Er zitten geen 60 weken in het jaar. Dus ergens is dat al fout gegaan. Ja, er was toen iets met Jurassic World dat er toen tussen geschoven is. Nee, ik wil nog steeds gewoon een leuke aflevering maken. En wat je net zei, we maken aflevering omdat we het leuk vinden. Het is geen moeten. Waar ik op hoop dat we misschien toch eens een keertje een leuke soort van community dag kunnen doen. Of met andere podcasters of met luisteraars een keer samen kunnen komen. Dat lijkt me een heel leuk doel voor de podcast voor aankomend jaar. Ja, en daarnaast nog steeds heel veel leuke geschiedenisshows maken. Dat vind ik zelf het leukste. Attracties uitlichten, geschiedenis, het verhaal achter het verhaal. Dat vind ik altijd vrij bijzonder om te onderzoeken en om te maken. Dus ik hoop dat we meer van dat soort afleveringen kunnen maken. Nou, gaaf. Ja, en dan kaats ik de vraag terug naar jou. Wat is jouw... Ja, als ik kijk, hè, ik ben iemand, ik probeer altijd groot te denken. Dan kun je ook diep vallen, zo simpel is het ook. Maar ik heb voor mezelf eigenlijk een paar doelen die ik in het komende jaar... Er zijn een paar dingen die ik graag zou willen doen. Je gaat stoppen met het woord iconisch.
Oké, er zijn een paar dingen die ik niet wil doen en een paar dingen die ik wel wil doen. Nee, dus een van de dingen wat natuurlijk een droom is, en je moet altijd blijven dromen, is om samen met jou in een Universal Park een aflevering op te nemen. Ja, Ik denk dat het voor het komende jaar ook gezien onze privé situatie een zo goed als onmogelijke, bijna onhaalbare kaart wordt. Maar dat is wel een van de dingen dat lijkt me onwijs gaaf om te doen. We hebben het gehad over mensen die wij spreken voor de podcast. We hebben het gehad over, ik weet waar je naartoe gaat. Over mensen die wij graag zouden willen spreken. En er is eigenlijk maar één doel wat ik heb voor dit jaar. Daarna stop ik ook. Als we diegene gesproken hebben. Maar jij weet al welke kant ik al wil. Ik weet waar je naartoe wilt. Ik vind, hoe zeg je dat? Lullig voor de luisteraars. Maar als we die gesproken hebben, dat gaan we niet meer overtreffen. Dan stoppen. Ja, kijk. Ze zeggen wel eens, je bent zoveel handshakes away van iemand. En in dit geval met Steven Spielberg, in dit geval, zijn we eigenlijk... We zijn heel dichtbij. We zijn één handshake away, in principe. En het lijkt mij het ultieme doel om of Steven Spielberg of Colin Trevorrow, één van die twee, die zou ik dit jaar heel graag willen spreken. Ik weet dat de kans dat het gebeurt is extreem klein. Ik acht de kans niet onmogelijk dat we meneer Spielberg misschien dit jaar wel ergens te spreken. Dat zou mooi zijn, hoor. We zeggen altijd never meet your heroes, toch? Dus we moeten het eigenlijk wel doen. Nee, ja, eigenlijk niet. Denken van het is helemaal geen fijne man om mee te praten. Jawel, nogmaals, het is voor ons allebei een held, kan ik wel zeggen. Zeker. En ik heb eerdere filmpjes gezien hoe hij af en toe met fans en met de community omgaat. Er staat een onwijs leuk filmpje op YouTube, hoe hij met een vlogger volgens mij over de backlot van Universal rijdt. Ja. In dat golfkarretje, al die verhalen deelt. Die man is natuurlijk een enorme kast, boekenkast vol met informatie, verhalen en dingen. Ik denk dat het wel meevalt. En als dat zou lukken, dat zou wel echt het ultieme zijn. Dan moet ik dus een nieuwe co-host zoeken. Ja, ik stop er daarmee. Ja. Dat sowieso. Maar dat, stop dat, op je hoogtepunt. Ja, dat is een van de dingen die voor mij... Ik wil echt naar de première van Jurassic World Dominion. Ja, dat gaat wel lukken. En dan ga ik in gala kostuum of in... Maar net wat de dresscode is, maakt niet uit. Maar dat wil ik. Moet je nog trouwens een oliebolletje? Er liggen lekker oliebollen hier. Oh, dat is wel lekker. Meer van de Berliner bolletjes. Of churros. Wat eigenlijk? Dat is een gemiste kans. Schaalde churros hier lekker met open haartje. Kom je nu mee? Oh, jammer. Nee, maar dat dus. Ik probeer groot te denken... Maar het zou gaaf zijn als we maar 10% daarvan zouden kunnen bereiken. En voor de rest inderdaad, ik hoop dat we onwijs veel leuke afleveringen kunnen maken. Sowieso een keertje gewoon een meeting met luisteraars. Lijkt me gewoon super tof. Ja, we hadden wat ideeën inderdaad. En ik hoop dat dat kan straks. En het lijkt me heel leuk als wat mensen dat zouden willen. Of bijvoorbeeld een keer met Flori Fida. En met een hele groep luisteraars bijvoorbeeld naar Universal toe. En wellicht daar met de contacten die we hebben... Een tour door het park maken. Dat zou natuurlijk een uniek iets zijn. Ben je nou allemaal dingen weer aan het spoilen? Want we zouden het hier niet over hebben. Ja, dat lijkt mij gaaf. Je hebt gewoon je hebt drank in je handen, open haartje. Je bent gewoon weer... Ik begin weer te blaten. Ben je weer alles eruit aan het gooien. Dat lijkt mij echt gaaf. Nou, er gaan alle ideeën. Nee, super. Ik vond... Nou, het lijkt wel alsof we gaan stoppen, zo een gevoel heb ik. Ja. Het is het einde van het jaar, dus misschien is dat het idee. Dat ik denk, ik sluit het jaar nu het af. Het oude jaar ligt achter ons en het nieuwe jaar ligt in het verschiet. Nee, we hebben 30 leuke afleveringen gemaakt en daarnaast natuurlijk wat extra potsnacks nog. Ja, ik wil nogmaals iedereen bedanken voor het luisteren. Ik ook. Blijf vooral je vragen, je feedback sturen. Dat je onze podcast helemaal niks vindt. Blijf dat sturen. Nee, maar inderdaad. Stuur je vragen, stuur je dingen. En laat vooral reviews achter. Luister via Apple Podcast. Het klinkt heel cliché, maar laat alsjeblieft een review achter. Dat vinden we echt leuk. Want het helpt ook andere mensen om onze podcast te vinden. Ja, want gek genoeg worden we heel goed beluisterd in communities... waar we niet het idee hebben van dat onze community zou zijn. Nee, maar dat is juist heel erg leuk. Mensen die niks met parken hebben, die luisteren onze podcast. Dat is wel een leuke ontwikkeling. Dennis, wij gaan nog een keertje klinken. We klinken hem nog één keer. Zo. En ik zie dat het haartje nog steeds lekker brandt. En we gaan achterover zitten. Ja. En we gaan het jaar uit. Ja, en ik wens al onze luisteraars een geweldig 2022. Dat het maar een heel mooi jaar mag worden met een hoop persoonlijke successen.
Nou, dat het een episch en iconisch 2022 mag worden. Hey, heb ik een mooi nu? Dat is een mooi. Dat is mooi. Nee, maar vooral gezondheid. Vooral deze periode. Dus ja. Iedereen gezondheid en geluk. En probeer te ontspannen, te genieten. En luister de Upper Lot podcast. Dat is gewoon de beste remedie is voor 2022. Dat is de sleutel tot geluk. Nee, super tof. Dennis, ik ga jou bedanken. En ik ga jou volgend jaar spreken met weer een nieuwe show. Yes.